We gaan naar iets anders, want over 3 weken beginnen de Olympische Spelen. Ja, en vandaag vertrekken de zeilers en windsurfers van het Nederlands Olympisch team alvast naar Tokio. Jaren hebben de sporters hier naartoe geleefd en er was even nog sprake van dat het niet door zou gaan. Maar nu is het eindelijk zover. En als er iemand is die helemaal klaar is om op de Spelen te laten zien wat hij waard is, dan is het regerend wereldkampioen windsurfen Kieran Badloe wel. Mijn voorbereidingen zijn hartstikke goed gegaan. Ik heb eigenlijk al mijn voorbereidingen hier kunnen doen in Nederland. En dat vind ik eigenlijk hartstikke fijn. Als je 4 jaar moet wachten om ergens heen te gaan en dan wordt het nog 1 jaar uitgesteld. Ja, dan is 1 jaar gewoon best wel lang. Dus ik ben er wel heel erg klaar voor. En ik ben wel heel excited eigenlijk om die kant op te gaan. Ik heb een maandje geleden een kleine blessure gehad aan mijn voet. Dat was toen de tijd niks ernstig. Is nog steeds niks ernstig. Het is allemaal verholpen. Ik vaar 3 weken klachtenvrij. Helemaal geen last meer van. Dus ik kan die teen straks niet meer de schuld geven aan op de Spelen. Het wordt een hele spannende week waarin gewoon heel veel jongens echt alles uit de kast gaan halen. En ja, als je kijkt naar het verleden kan je wel zeggen dat ik een favoriet ben. Maar weet je, ik moet het toch nog maar gaan waarmaken op die dag. En ik ben wel van plan dat te gaan doen, maar ja, we gaan zien hoe het loopt. Nou, gisteren werd nog bekend dat atleet Shirendi Martina en skateboardster Kate Oldenbeuving namens Nederland de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen gaan dragen. Sportliefhebber mevrouw Visser? Ja, ik vind het altijd wel leuk. Ja. Naar welke sporten kijkt u dan specifiek uit deze zomer? Nou, ik vind nu de Tour de France wel heel erg mooi om te zien. Vooral met Mathieu van der Poel. Ja, ja, dat Nederlandse is wel, tintje. En sowieso weer dat het sport is met mensen. Ja. Op de tribune of langs de weg. Dat is toch wel weer een gek beeld eigenlijk. Ja, weer aan wennen. Een paar bordjes langs ja. de weg. Ja, ja. Nou ja. En bij de Olympische Spelen nog 1 sport waarvan u zegt, daar ga ik echt extra op letten. Zwemmen, waterpolo. Ah, ja. Leuk. Zelf een waterrat? Waterpolo, ja. Oh, kijk, ja. Leuk.